En mijn naam, dat is ook nog niet eens volledig. Nee, ik heet mevrouw Luisterburg de Jong. Het is één naam en er staat enkel mijn Luisterburg op. Dus ja, dat is niet goed. Wie het is, weet ik niet. Want niemand die mijn naam zo schrijft. Hij is wel weer mooi. Het is er ook niet eentje die een kunstenares is. Hij is mooi. En wij gaan morgenmiddag even de hort op. Ja. Er is vandaag, was er vandaag ook. En morgen ook. Zaterdag 16 en zondag 17 december. Ik kan dan lezen. Even denken hoor. Oeps, even beter zitten. Hebben we hier in de stad. Ja, lieve vrienden, een hele, hele warme welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, de 16e van de 12e 2023. Nog twee weken, nog twee weken te gaan, als ik goed heb. Ja, maar het is alweer reeds 15:54. Ja, en ik haal jullie er nu pas bij. Oeh, wat erg, maar niet heus. Ik moet even de brieven openen pakken. Want ik heb wel weer een kaart binnen. Ja. Een mooi kleurtje. Bordeauxrood. Tegen bruin aan. Ja. Eventjes de opener doorheen. Voilà. Er zit een wit stickertje op. En het is er iemand geweest die heeft getypt het adres. Ja, en mijn naam, dat is ook nog niet eens volledig. Nee, ik heet mevrouw Luisterburg de Jong. Het is één naam en er staat enkel mijn Luisterburg op. Dus ja, dat is niet goed. Wie het is, weet ik niet. Want niemand die mijn naam zo schrijft. Hij is wel weer mooi. Het is er ook niet eentje die een kunstenares is. Hij is mooi. Ja. Mijn broer en mijn schoonzus, Gerry en Koen. Ze weten dat mijn meisjes nou er nog achter moet. Oké. Waarom brengen ze hem niet? Ik bedoel, ze wonen hier dichtbij. Ik heb hem laten bezorgen. Ook ja, door Mario, die heeft hem gebracht. Midden in de nacht. Oh ja, laat in de avond. Maar toen lagen we al op bed. Ja, nou hartstikke mooi. Dankjewel Koen en Gerry voor jullie kaart. Ja, maar voor hoort dan de jong erachter, hè? Het is één naam. Ja, wie het gedaan heeft, Joost mag het weten. Maar in ieder geval, ja. Maar hij komt erbij te hangen. Ja, dat gaan we gelijk weer even doen, hè? Ja, dan moet hij de ronde komen te hangen. Ja, kan er niks aan doen, maar zo is het wel. Ja, zo is het wel. Zo is het wel. Even goed doen. Zo. Ja, dan komt hij hier te hangen. Voilà. Hij hangt te hangen. Helemaal geweldig. Maar ja, denk je dat ze al van alles en nog wel wat van je weten? Maar nee, dus is het je eigen broer en je schoonzus. Ah.
Lekker. Maar ja, oké. Lyrics nog wel eens. Ja, het is één naam. Luisterburg de Jong. Zonder een streep ertussen. Alleen nog spaties. Luisterburg, spatie. Het woordje de, spatie. En Jong met 1G. Ja. Zo is het nou eenmaal. Zo is mijn mannetje ook heen gegaan. Ja, onder die naam. Ja, zo heten we toch. Dan moet je ook zo genoemd worden. Simpel. Ja. Ik ben al langer blij dat ze trouwens mijn voornaam er niet op hebben, want daar heb ik een bloedje hekel aan. Ja. Mijn voornaam gaat de postbode niks aan, zeg ik altijd. Nee. Want als ze dat eenmaal weten, nou ja, hè, dan dat is dan geen respect meer en normen en waarden voor wat er achter de deur afspeelt. Nee. Maar in ieder geval, ik ga mijn meisjes even uitlaten en het is baggerkoud, het is 10 graden, maar het voelt aan door de wind als 6 graden. Niet leuk, dus ja, ik heb een warme trui aan, lekker mijn vest er nog overheen, sjalen om, ja dat hoefde vannacht niet, vannacht was het ook 9 graden, maar het bleef 9 graden, dus ik had geen dubbele sjaal nodig. Maar nu weer wel, dus ja, ik wil er ook niet ziek door worden. En dat kan ook nog, want je hoort niks anders meer. Je ziet die vriend van haar. Nou ja, ik spreek zijn naam liever niet uit dan wel, want ik mag die hele man niet. En dat weet ze. Ze weet het. En ik heb haar ook gewaarschuwd voor van alles en nog wat. Want ik weet wat hij doet. Ik weet dat. Ik heb het zelf met eigen ogen gezien. Dus ja, maar ja, ze is verliefd en ja, dan denk ik ook wel, dan doe je ogen open. Maar in ieder geval, hij is ook ziek, zij is ziek, allebei de griep. Zij thuis en hij in zijn eigen huis. Ja, het moest erbij komen dat hij bij haar was, wegwezen. En ja, ik hoor veel meerderen om mij en ook in de buurt mensen, gewoon wildvreemde mensen. Ja, ik weet niet, maar... Ja, ik ben tot zover, ik ben niet ziek, je rinkelt gewoon ja, de dagelijkse dingen en soms dan is het een keertje erger dan de andere keer. Want ik ben normaal gesproken al eigenlijk hoofdpijnvrij, die chronische hoofdpijn, die is weg. Maar momenteel heb iedereen dag in dag uit hoofdpijn. En dat komt ook mede door het weer. Ja, maar ook wat er in de lucht hangt. Want jij kan niet zien wat ze bovenin die lucht pompen wanneer het zo grijs, grauw en triest is als hier. Dan zie je dat niet. Ja, maar daalt wel neder. En dan de 5G, hoe heet dat, van de telefonie. Ik heb dat van mij uitstaan, maar dat heb ik hier vlakbij, hè, zo'n antenne. Die straalt ook uit. Ik heb ook al vernomen, die sprietjes van die glasvezel, die heeft ook al bepaalde stralingen. En sinds dat die sprietjes omhoog staan voor je huis, zijn er heel veel die hoofdpijn hebben. Ik weet het niet, ik ben geen technicus wat dat er gaat, maar het schijnt dus wel te kunnen. Ik weet het niet. Is er iemand die het beter weet dan ik? Nou ja, dan mag je een verhaal hieronder zetten en vertel hoe en wat. Want ik wil het graag weten en ik niet alleen, maar meerdere met ons. Omdat we toch het ons afvragen van kan dat ja of nee? Zo niet. Waar komt het dan door? Weet je dat je met hoofdpijn iedere keer wakker wordt? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, we maken er verder zo'n leuke namiddag er nog van. Ook riep moeder de natuur, en dat is moeder de natuur schuld dat ik zo laat ben, want ik heb een half uur op dat kleine kamertje gezeten. Ja, kan ik ook niet zo doen hoor. En dus, maar, oh, er gaat een... Oh, dat is een sleutelring. Oh, ik denk, hè? Huh? Oh, komt uit het laadje. Ja, ik heb even oude oorbellen opgezocht, hele oude. Die heb ik al, ik weet niet hoe lang. Oh, ergens uit het jaar 2000 aan het begin. Ja. Dus. Maar die heb ik weer even er weer in gedaan. Ja. Dat zijn ook eigenlijk glimmertjes. Ja, niet steentjes in. Het is zo geslepen. Ja,
Een beetje dat het wat glinsterig gaat. Nou ja, oké, helemaal leuk. Ja, toch. En mijn nieuwe, ja, die leggen gewoon in zakje Giro. Want ja, ik doe mijn sieraden altijd hier om. En behalve mijn kettingen, die doe ik bovenom, deze twee. Want ik heb boven mijn nachtkastje een bakje staan. Een sieradendoosje, zo'n vierkant sieradendoosje. Nou, dat doe ik het s'nachts in. Want ik slaap s'nachts niet met kettingen, want dan ga ik s'nachts trekken en dat moet me niet. Ik kan er s'nachts niet tegen. Maar ja, ik laat met de kerst deze gewoon af en dan doe ik die nieuwe om voorbij mijn mooie feestkleding. Ja, maar dat zien jullie dan wel. Ja, komt helemaal goed. Dus ik zeg het, lieve vrienden, hou gewoon voor goede moed en geniet verder en geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer even retour. En wij gaan morgenmiddag even de hort op, ja. Er is vandaag, was er vandaag ook, en morgen ook, zaterdag 16 en zondag 17 december. Ik kan het allemaal lezen. Even denken hoor, oeps, even beter zitten. Hebben we hier in de stad een gezellige en sfeervol shoppingweekend. Dus we gaan er morgen gewoon even er naartoe en ja, er staat hier afgebeeld op een foto van uit het verleden. Bij de Kroonpassage, de overdekte winkelcentrum wat gesloopt gaat worden en waar ook zover ik weet de Jumbo bij komt, weet ik veel. Maar in ieder geval, daar staat een zanggroepje in ouderwetse kleding ook te zingen. Dus we gaan morgen eventjes de Hortop hier het centrum in. Althans wat nog centrum heet, want het uitgaansleven dat is eigenlijk zo goed als weg uit de binnenstad, wat in de binnenstad behoort in mijn ogen, in het centrum, maar, rondom het station, echt het centrum, wat het centrum behoort te zijn. Het uitgaansleven is nou naar de Oude Rijkswerf, wat in mijn ogen niet hoort, want dat zijn historische gebouwen. Blijf met je tentakels van je historische gebouwen af, denk ik dan. Maar ja, als ik in dat gemeentekliekje had gezeten, ik ben blij dat ik er niet in zit, allemaal tuig, maar dan had ik wel mijn bek opengescheurd, grof gezegd. Want ze zeggen dat er met het volkje is gesproken. Nee, dat is niet waar. Het is net zoals in Den Haag, de ene leugen naar de andere leugen. En dat stapelt op totdat het uit elkaar barst. Ja, dat gewoon, ja, idioterie. Je gaat niet, ja, ik zeg dan antiek, historisch gebouwen. Ga je niet van binnen moderniseren en een restaurant erin doen. En een kroeg erin doen. En een goktent erin doen. En een patatzak erin doen. Nee, want het kost allemaal veel meer huur dan in het centrum. De mensen die kunnen nu nog betalen, maar zometeen op een gegeven moment niet meer. Want het wordt steeds met de jaren hoger, die huur. Dus met andere woorden, wij kennen daar ook straks niet meer uit. Want het is een biertje of een wijntje wordt ook duurder en duurder. Dan betaal je straks voor een glaasje wijn, nee, één glaasje wijn, bij wijze van spreken 5 tot à 10 euro. Nou, wie doet dat? Terwijl je in de winkel nog steeds nog goedkoper uit bent, dan kun je beter een fles wijn halen voor 3 nog wat. Dan uitgaan en dan 5 euro voor 1 glas moet betalen. Dan heb je voor 3 nog wat, heb je een hele fles. En dan ga je uit en even voor 5 euro heb je 1 glaasje. Doe je dus niet. Nee, blijf je ook liever thuis. Net zoals ik blijf liever thuis, ja. Vroeger ging ik ook wel uit hoor, ja. Naar een karaokebar. Leuk meezingen, joh. Ja, geweldig. Dat vond ik geweldig. Kan je ook aan Karin vragen, aan mijn lieftallige dochter. Ja, geweldig. Karaoke. En dan moet je ook nog een barjuffrouw hebben die een stem of een leidster had. Heeft. Ze is er nog. Maar
Dat was gewoon geweldig. Die kon ook heel goed zingen. Ze deed Anouk na. Die stem, precies, Anouk. Nou, geweldig. Ja, enkel ja, ze zit nou, geloof ik, zover ik weet, nog wel weer in een karaokebar. Maar in een karaokebar waar ik geen weet van heb waar die zit. Ja. Anders had ik er wel eens een keer opgezocht. Maar in ieder geval, we gaan morgen dus gezellig middag eventjes lekker de stad in. En jullie gaan gewoon gezellig mee. Ja. En het is nou, loopt nou tegen 17:30, 17:24. Ik ga nog een bakje koffie doen. Voordat ik straks ga eten. En ik ga even een plaatje in elkaar vogelen. En ik begin zoveel al aan een vlog in elkaar te zetten. Ja, dan staat dat allemaal zo vast klaar. En we hebben 17:15 begint er al een kerstfilm. Dus ik hoop dat de televisie fatsoenlijk doet. Gisteravond kon ik de eerste kerstfilm al eerst niet bekijken. Want er lagen maar liefst 8 zenders eruit. Zwart beeld. Storing. Ja, lekker hè? Gosje, dik. Ik denk nou ja. Laat maar, ik zet hem wel op een andere zender die het wel doet. En ik zet hem een beetje zachtjes en ik ga mijn vlog in elkaar zetten. En als ik die af heb, dan kijk ik wel weer verder om te zien of het dan wel al wat is. Nou ja, een geluk. Ik viel met mijn neus in de boter bij de tweede kerstfilm. Maar die was ook al bezig, hè? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van... Nou ja, het is nog geen avond, want het is nog geen 6:00, dus het is nog steeds namiddag. Dus geniet er nog van. Smakelijk eten, bon appétit. En voor na die tijd een hele fijne, liefdevolle avond. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, een tijdje er niet even geweest, want ik was druk bezig. Zowel met een vlog, zowel met plaatjes, zowel met Facebook. Ja, nee, verder geen tijd. En dan vergeet je de tijd, et cetera. Maar ja, het is voor mij doen nog wel lekker bij tijd. Het is 17:18. Ik heb de computer net uit. En we gaan lekker slapen. We gaan een bedje toe. Ik ben echt dood en dood moe. Ik had er nog eentje gesproken op internet. Nog een Facebook vriendin. Ik ken haar verder niet persoonlijk. Maar ik vroeg haar. Ik zei, ben jij ook de laatste tijd zo moe? Ik zeg, en dat. Wat ik dus ook markeer. En mensen om mij heen. Ja, zeg ze. Heb ik ook last van. En ik, mijn man die heeft er last van. En die heeft er last van. En ze zegt, het zit hem gewoon in het weer. Ik zeg, ja, het hangt gewoon in het weer. Ik zeg, je bent niet ziek. Maar je voelt je wel lamlendig daardoor. En je slaapt een gat in de dag. Dus ja, je kan er gewoon niks aan doen. Dus ja. Daarom zijn we nu alweer bij jullie aanbeland om jullie lekker wel rust te wensen voor degene die niks mankeert. Hou het zo. En ja, ik mankeer verder ook niks, ben niet ziek of wat dan ook, maar je voelt je wel de rot onder. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, wel rusten, slaap lekker met mooie dromen en morgen weer gezond natuurlijk uit je bed zien te komen. En het is morgen zondag voor degenen die naar de kerk gaan. Een hele fijne, heerlijke, zalige kerkdienst en God zegen. En degenen die via de computer, net als ik, ernaar kijken, ook die een fijne dienst. Al zit je thuis op je luie stoel, maakt niet uit, je bent er toch bij. Degenen die ook wat anders gaan doen, zoals morgenmiddag... Nou, zoals ik dat ook ga proberen. Want het is wel zo, als het regent, dan ga ik natuurlijk niet, hè. Ik laat me niet nat regenen voor een gezellig middagje in de buitenlicht. Want dat is dat niet gezellig meer. Nee. Moet wel droog zijn, hoor. Dat zeg ik er wel even bij. Ik denk dat iedereen daar mij wel gelijk in geeft.
Maar in ieder geval, ja, ik zit op die booster, dus een paraplu gaat ook niet, hè. Nee, ik moet sturen, ik moet filmen, dan kom ik handen tekort. Dat gaat het opnieuw worden. Maar in ieder geval, degene die wel gaan, nou ja, fijne middag, et cetera. En, maar ja, jullie weten het ook, God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik nu graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!